Hoi, leuk dat je kijkt naar deze video. Ik ben Marlisa en vandaag ga ik laten zien hoe ik pasta saus maak. Voor ons met de macaroni, ook het macaroni gedeelte heb ik er even bij gefilmd. In deze video ga ik laten zien hoe wij zelf pasta saus maken. Dat doe ik het liefst eigenlijk in plaats van de potten of de zakjes kopen. Omdat mijn kinderen nogal sterk reageren op tomaat. Als ze te sterke tomaat, of heel geconcentreerd tomaat binnenkrijgen, dan krijgen ze heel erg veel last van hun buikje. Dus ik maak het liever zelf. Is 9 of 10 keer ook gezonder, want er zitten geen conserveringsmiddelen in. En ik vind het ook wel fijn als ik weet wat er precies in de saus gaat. Het is super simpel. Ik zet sowieso in een blogje hieronder neer wat je voor ingrediënten nodig hebt en hoe je het moet doen. Maar kijk vooral naar de video. Geef deze video ook een duimpje omhoog als je het leuk vindt. Dat helpt mijn kanaal. En vergeet niet te abonneren om op de hoogte te blijven van de video's die ik post. En laten we beginnen met de video. We gaan beginnen met het maken van de pasta saus. Je hebt hiervoor nodig 6 tomaatjes, een paprika, een ui, 3 knoflookteentjes, zout, peper en natuurlijk Italiaanse kruiden. Allereerst heb ik mijn blender klaargezet zodat we alles wat we in de blender moeten doen ook gelijk daarin kunnen doen. Waaronder dan de knoflookteentjes en ik doe de uischillen. Die doe ik alvast in stukjes snijden zodat het ook wat makkelijker fijn gemaakt kan worden. Zoals je ziet heb ik vandaag hulp van mijn kleine assistente die mee had gedaan de Halloween optocht. Dus je ziet nog verkleed als vleermuis. Vervolgens doe je ook alle tomaatjes afwassen in stukjes en die doe je ook in de blender. En dit pureer je dan alvast een beetje. Dan vervolgens ga je er de paprika bij doen. Het makkelijkste zou natuurlijk zijn een rode paprika, maar ik had alleen nog een gele paprika. En dan doe je ook het zout, de peper en de kruiden er doorheen. En natuurlijk even proeven om te kijken of het die op smaak is. Dan voor de macaroni zelf heb je natuurlijk bakboter nodig, gehakt kruiden, Italiaanse groentemix en de saus. Je zou er natuurlijk ook voor kunnen kiezen om zelf wat groenten te snijden en deze door je saus heen te gooien. Niet te vergeten de macaroni zelf, de olijfolie en de grasse kaas. Dan doe je water in een pan met een beetje olijfolie en dit breng je aan de kook om daarin de macaroni gaar te maken. Ik doe zelf altijd 60 gram macaroni per persoon. Dus ik reken de kinderen mee, 2 kinderen mee als 1 volwassene. Dus ongeveer 240 gram macaroni. Dat kieper ik dan in de pan zodra het water kookt. Ik doe wel ook altijd gelijk even roeren, zodat niet de macaroni aan de bodem vastplakt, maar zich goed mengt. Dan doe je in een hapjespan wat van de boter opwarmen, zodat je daar de gehakt in kan rollen. Ik doe zelf alle personen de gehakt kruiden in de pan en niet eerst over het gehakt heen kneden, maar ik doe het er gewoon zo doorheen mengen. Het is maar net wat je voorkeur is. Zodra het gehakt gerold is, kan je er de groenten bij doen, zodat zij zelf gesneden, het zijdekant een klare mix. En dan kan je er overheen de zelfgemaakte pasta saus gieten. Ik doe het altijd in etappes om te zorgen dat ik niet te veel saus heb, want soms is het wat meer en soms is het wat minder. En dat kan je natuurlijk dan maken met wat gerasse kaas als het eenmaal op je bord ligt. Is natuurlijk optioneel. Vond je deze video nou leuk? Wil je meer receptjes zien? Zet ik het receptje voor de courgette soep hiernaast en de hele recepten playlist hieronder. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal en dan zie ik jullie in de volgende video. Doei!